Stadspark. Groot in het 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 Stadspark. Hey schatje. Yeah. Wat zou je voor leukste doen zijn op zondagmiddag? Monsieur de Boele. Oké. Hier wordt, wat voor sport wordt hier nou gespeeld? Jeu de boule. Dit is wel echt jeu de boule. Ja. Maar ik zie op het hok zie ik petanque staan. Ja, petanque. Nou ja, petanque. Maar wij hebben het verwacht dat het jeu de boule is. Want wat gebeurt hier nou? Hier is elke zondag is hier wat te doen? Ja, voor de club. We hebben een club hier zo. En hoe heet de club? Wie doorheen wij? Prelebu. Hoe? Prelebu? Pre, met een P. Pre. Dat betekent zo niet helemaal goed Frans, maar het betekent bij de buurt. Aha. En de buurt is het kleine balletje waar je het dichtst moet bijkomen. Hoe lang bestaat deze vereniging al? 26 jaar. En altijd hier in het Stadspark? Altijd hier in het Stadspark. We zijn met 150 leden. Dat is best veel. Ja, dat is best veel, ja. En wat voor leden is dat? Zijn die van jong tot oud? Hoe moet ik dat voorstellen? Onze jongste leden zijn 14, 15 jaar en de oudste zijn 78. Is het hier fijn spelen in het Stadspark trouwens? Prima. Ja, dit is wel de beste locatie voor een Jeu de Boule club? Ik zou op zo'n stel niet zo gauw een andere, betere plek. Ook qua natuur. Uh-huh. Dus hier dus ja, het is hier wel mooi ook. Het is hier mooi. Is dit nou ook een echte gezellige club? Ja, absoluut. Ik vind het een hele gezellige club. Ik ben ook blij dat ik erop zit. Ja, want dit is. Want ja, dit is. Je gooit voor jezelf de bal, zeg maar. Maar ja. Is het. Zeg maar een hechte vriendenclub, kan ik het zo een beetje zeggen? Of is het gewoon gezellig sociaal? Ja, gezellig sociaal. Ja. Zo moet u het zien. Dat is de norm. Wat ik hier leuk van vind, dat wordt gespeeld zoals het gespeeld behoort te worden. Ja, wordt het vaak dan anders gespeeld? Nou, er zijn ook wel clubs die spelen op een andere manier. Ja? En die houden zich niet aan de spelregels. En dat vind ik wel eens jammer. Dit is ook een chique. Nou, club. Nou, qua spelregels. Ja, qua spelregels. Was... Dus eigenlijk kun je zeggen dat deze club zich groots gedraagt in de Jeu de Boule. Ja, dat doen ze. Dat doen ze absoluut. Het is een aparte dag. Vandaag is het Duitser dag. Dus daar rest mij de vraag van, hoe zit ze daar in mijn tent? Herzlich willkommen, Thomas en Jonas. Hallo. Du sinds, sie sind meine Nebers. Nachbarn hier auf der Camping, Stadspark. Ja, ja, mein Deutsch ist sehr schlecht, aber we gaan het een beetje Engels, Duits, Nederlands doen. Dus op de oude Jammertamma manier, dus we komen er wel uit. Waarom is Groningen schön? Es ist eine große Stadt, man kann viel machen, es ist sehr interessant, wir konnten viel erleben, wir sind viel haben uns viel angeguckt, es war wirklich interessant. Ja, aber was hast du gesehen in der Stadt? In der Stadt die vielen Kirchen und den Großen Markt und das Building, das Gasbuilding, Gashaus. Ja, der Gasuni, ja, das über der. Genau. Ja. I wonder, young guys want to do also to go out in Groningen. Is there something to do here in this town? Yeah, first we wanted to go to a laser target game, but it was closed, so we went to the camping place and... And for fun, for music, for dancing, you guys also looking for that? A bit. We saw a lot of clubs and something like that. What's the what what are you
you choose Groningen for this oerlaup. Waarom? Our friend told us about Groningen and she said it's a city for young people, so we came to Groningen. Is it a city for young people? I think it is, really. And waarom? Der komplette Campingplatz ist voll mit jungen Leuten. Ja. Wir haben viele in der Stadt getroffen, es sind viele Studenten da, es ist Leben in der Stadt. Okay. So you can say Groningen is groß in some way? Yeah, of course. Really. Is Groningen immer groß? Immer das Beste vom Besten. Was ist passiert? Da, fragen Sie sie. Ja, was ist passiert? Das Auto ist kaputt. Warum? Wahrscheinlich haben wir falsch getankt. Ei, und warum hast du falsche Benzin in den Tank? Weil ich das nicht verstanden habe. Ich habe das wahrscheinlich irgendwie, weiß ich auch nicht. Falsch gelesen oder ich weiß auch nicht. Schade. Ja. Echt schade. It's pickup service. Pickup service. Yeah. Also for you guys? Just for us, yeah. We don't have to stay. We just put some new gas in it and then it will work again. It will hopefully work again. Alright, hey. Viel Glück. Dankeschön.